We hebben vanmiddag, zoals je waarschijnlijk wel hoort op de achtergrond, de Almelonia's in ons gebouw, in ons mooie huis. En dat is natuurlijk de accordeonvereniging die na een zeer lange tijd eindelijk weer eens een poging waagt om deze middag gezellig te maken bij ons. Voor hun een oefening en gelijk een leuke middag voor de gasten die hier binnen zijn. Ja, zo te zien zit de sfeer er goed in. Best wel, ja. Het zijn ook leuke liedjes en het is ook erg leuk om naar te luisteren. Ja, iedereen herkenbaar. Zeker, zeker. Ja hoor. En wat is jullie programma voor de komende weken? Nou ja, we hebben natuurlijk Hemelvaartsdag. Dat staat voor de deur. Dat zal bij ons ook deels boekenverkoop zijn. En het weer speelt natuurlijk weer een rol. Zoals altijd. Dus als het slecht weer is, zal het waarschijnlijk of binnen gaan. En anders gaan we lekker naar buiten. En dan krijgen we het komend weekend daarop. Bedoel ik niet dit weekend, maar het weekend daarop. Dan hebben we natuurlijk de kleine Passar hierin zitten. Dat is een hele middag met Indische hapjes, drankjes, eten, muziek, dans. Nou, noem maar op. Massage is er geloof ik zelfs. Voetreflex. Je kan van alles hier doen. Leuke kraampjes, veel gezelligheid. De Indische cultuur in ons huis. Ook weer een hele leuke middag. Ook weer na 2 jaar mag het weer. Dus daar zijn we blij mee.